nummer 6. 6 minuten. Ze bokst even door bij ronde nummer 7 inderdaad. 6 is voorbij. En het is die tweede laatste ronde wat pas beginnen. Brett Taylor, die donkerbroekie. En zijn opponent van Chili, Pedro Vargas, met die witbroekie. In hierdie stadium minstens 3 van die 6 rondes wat Brett Taylor oortuigend gewin het. En zelfs die andere 3 waarschijnlijk ook met een kort kop. En is hij gerieflijk, gemakkelijk ver voor wat punten betreft. Bijna 4 linkers na elkaar wat getref het, zonder antwoord door Pedro Vargas. Bijna de helft van jullie voorlaatste ronde is daarmee in. En ik denk daar is net zo even zo onrustigheid onder die scharen. Dat Vargas nog met 1 geweldige uit de voorschijn kan komen. Maar dat die plaatselijke held, Brett Taylor, ver voor de punten, daarvoor is daar geen kommer meer. Albei mannen wordt gewaarschuwd om niet die kop te gebruiken. Niet daar was Witterman vermanings in hierdie gevecht nodig dusver. Linker, rechter, linker. En dit het Vargas zeer gemaakt. Gaan naar die einde wees. Daar is 1 minuut oor. Brett Taylor soek die uitklop hou. Maar sy opponent Pedro Vargas van Chile is uit Taikaland. Die houwe reen op hom. En daar word besluit dat daar gekyk moet word naar die oog van Pedro Vargas. Dr. Labuschagne doen een verhaastige onderzoek, zijn hier. Hulle kan voortgaan. Maar daar is nu een kwestie van secondes voor een ronde nummer 7. Daar in rechteroog lijkt baie slecht. Dit lijkt eindelijk verschrikkelijk. Ik denk niet die gevecht zal kan voortgaan nie. Als die man niet gaan leiden, zal die gevecht gestaakt moet worden. Ronde nummer 7, zo dus eens van die verleden. En Brett Taylor maakt met Pedro Vargas van Chili net wat hij wil. Ik denk niet die man kan hooggenaamd meer zien in de rechterhoog niet. En die gevecht is voorbij. Die scheidsrechter staat het. En die cellen asem komt ook die wit handdoeken. Maar het is die scheidsrechter wat het weinig het. En dat kon niet een oomblik langer wachten, dit moest gebeuren. Dit is een technische uitklop hou aan Brett Taylor in die laatste paar secondes van ronde nummer 7. Een klompie muntstukke het in die kruid beland. Die ambtelijke uitslag, hoe was hij voor te wachten? Wie het hij zelf gezien? Een oortuigende. En ik moet zeggen, een baie bemoedigende oorwinning voor Brett Taylor, wat baie netjes gebokst het, baie correct gebokst het. En terwijl daar nou verdere geld in die kuit reen, en geloof mij dat het sommer groot geldstukke, sien ons in stadige actie precies hoe hij zijn opponent verniel het. Dit is maar net een enkele voorbeelde wat, van wat ons deurgaans in die gevecht gesien het. En men is dan dat het een oorwinning voor Brett Taylor in ronde nummer 7 is. Groet ons en schakel ons terug naar de atleten. En stoppen in die stretch. Second out, round number 2. Round 2 of this international welterweight, junior welterweight fight between Brett Taylor in blue, Mario Marina in black. This fight features a boxer in Taylor against a fighter in Marina.
Arena spent most of round one attacking the body, obviously trying to get Taylor to lower his guard. But it would appear that he's now going to switch his attack to the head. Taylor still working from behind the jab. And trying to match Marina with those body shots. Vamos.